dat is Triolet. Triolet is ondertussen al een jaar en bijna een maand bij mij. Ze is nu 3 jaar oud en voor mij betekent zij echt een vooruitgang van mijn zelfstandigheid. Pieter is 18 en zit al zijn hele leven in een rolstoel. Maar sinds vorig jaar ziet zijn leven er heel anders uit, dankzij Triolet. Triolet is officieel een assistentiehond. Ze houdt Pieter 24 uur op 24 gezelschap en ze helpt hem bij zaken die voor de meeste mensen doodnormaal lijken. Het allerbelangrijkste waarvoor hij ze gebruikt is eigenlijk om dingen op te rapen, maar dat dat mijn grootste probleem is, dat ik dat zelf niet kan als ik alleen ben. En ja, voor de rest mij altijd gezelschap houden. Daar heb ik wel heel veel aan. Triolet is vooral een zeer rustige hond. Een heel groot knuffelbeest eigenlijk. Helpen, dat is het liefste wat ze doet. Ze werkt heel graag, met heel veel overtuiging. De opleiding van Triolet duurt 2 jaar en kost maar liefst 11.000 euro. Pieter moet dat geld niet zelf betalen. De VZW Hachiko doet dat voor hem. Er is dus geld nodig, veel geld. Want op dit moment wachten zo'n 40 mensen op een assistentiehond. Ik denk dat ik niet meer zonder zou kunnen, gewoon omdat ik dan terug moet beroep doen op andere mensen en omdat ik dat van mijn eigen uit zoveel mogelijk wil beperken eigenlijk. Omdat ik zelf ook zo iemand ben van wat ik zelf kan doen, ook al is het via mijn hond, wil ik zelf doen. Dus ja, ik zou het niet meer zonder kunnen. Triolet, op. Ja, grote wie. Voilà.